Ja, mijn eten heb ik al klaar. Het is zo'n zakje, hoe heet dat, dat het snel rijst, weet ik veel. Dat hoef je niet te koken, dat moet je afspoelen in een zeef. Hele goedemiddag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer een vrijdag en het leven nou op 1 september. En dus 1-9-2023 en het is 7 minuten over 3. Ja, het is al laat dat ik jullie erbij pak, maar kan daar ook niks aan doen, nee. Ook is gelijk de herfst begonnen vandaag, ja. Vannacht om 12 uur uiteraard. En ja, we zullen het beleven wat de herfst ons brengen gaat. Niet veel goeds, denk ik. Nee, maar ach ja, je moet vooruit kijken. Blik op oneindig. En wat van je leven zien te maken, toch? Ja, ik ga zo even mijn meisjes uit. Want ik ben lang niet in orde. Ik wil eventjes lekker de buitenlucht in. Even een lekkere wandelingetje met mijn meisjes maken. Misschien even de dijk op. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En ik zal de heren ook even een appje sturen dat ik even de dijk op ga. En als er eentje Elwing straks wil blazen, dan kan dat. Dus ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En ik ga dat ook proberen. Ondanks dat ik niet helemaal happy ben, maar ja, het wil ook niet over. En als ik terugkom, moet ik mijn arm weer even insmeren, want de bladeren, nou ja, bladeren. De vellen hangen eraan, want ja, ze schrapen toch, hè? Ze maken schaafwondjes. En dat hangt allemaal los, je ligt eigenlijk in een deuk. Ja. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, ik ga het proberen, maar dan moet ik eerst die draaien. En dan, ik weet niet of dat te zien is, er hangen velletjes los. En daar. Daar hangt ook los hoor. Omhoog. Maar in ieder geval, dat is wel grappig. Ja. Ja, toch? Dus, maar in ieder geval, ik, ja, als ik terugkom, dan smeer ik dat weer in. Ik moet nou toch een jas aan, dus ja, dat gaat nou niet worden. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen en geniet een beetje mee met wat ik ga doen. Enkel, ja, ik weet het nog niet. Daarom zeg ik al, even een loopje doen met de meisjes en misschien de dijk even op, ik weet het niet. Nee, want ik moet ook, ja, ik moet weer natuurlijk editen en alles, dus ja. Dat moet sowieso, ja. En ik hoop dat ik zondag morgen wel in orde voel, want het komt ook mede door het weer, hè. Ja, ze zijn lekker bezig. Ja, daar in Harp, het weerstation Harp, ja. Ze zijn zo lekker bezig, manieus. We weten het allemaal, hopelijk, tenminste degene die wakker zijn. En degene die slapen, nou ja, laat die maar slapen, probeer ze wel wakker te krijgen. Maar ja, oh, dat lukt dus vraag 2. Ja. Maar in ieder geval, wij gaan eventjes de hart op. Ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee en tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, ik ben wel de dijk op geweest, maar niet weer naar beneden. Want het stikt op van de vissers. Ja, nou, dan laat ik Elwing niet los hoor. Nee. Want die vliegt nog gelijk het water in en dan, ja, ze is nieuwsgierig aangelegen. Ja, wie niet? Wij natuurlijk ook. En een hond al helemaal. En ja,
ze vliegt er naartoe om te kijken wat ze aan het doen zijn. Ja, dat kan niet. Straks één haak in de bek, dat wil ik niet hebben. Of in de lijfie, nee. Ik kreeg de vorige keer ook al bonje. Dus nee, dat doen we mij niet. En ik zal mijn arm zo even weer insloffen. En het is benauwder en warmer dan ik dacht. Ja, het is nu 90 graden, zegt hij daar. En ook daar op de computer. En ik zal mijn arm insmeren. Ik zal Karen even bellen, want die had ook gebeld, had ik gezien. Dus ja. Ik had vanochtend de batterijen uit de telefoon gehaald boven de slaapkamer. Ik denk, bekijk het allemaal maar. Ik wil niet gestoord worden. Maar ja, dat kan je zo'n telefoon niet zeggen, hè? Nee. En dus, maar in ieder geval, ja, het kan zeggen dat ik er niet ben. En dat doet hij ook wel, maar ik was er wel, maar bekijk het maar. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En ik weet niet of Patrick en Sky komen. Ze weten dat ik weer thuis ben. Ze weten dat ik weg geweest ben. Dus ja, helemaal top. Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, mijn eten heb ik al klaar. Het is zo'n zakje, hoe heet dat? Dat is snel rijst, weet ik veel. Dat hoef je niet te koken. Dat moet je afspoelen in een zeef. En ik had nog ijsbergen slaan, nou dat krijg ik niet weg. Dus dat had ik in de prize gedaan. En dat heb ik gewoon gesmoord. Maar ja, dat wordt wat waterig. Heb ik al een heleboel er ook van afgegoten. Omdat ik ook natuurlijk dat had. En, maar ik heb er een heleboel afgegoten. Maar ik had van de Chinees nog wat over. Een bakje met ei en kip. En dat heb ik er doorheen gedaan, dus nou, hey, dat is een beetje saus, ja. Maar dat, ik ga het opscheppen met een gaatjesleef, ik weet niet hoe jullie dat noemen. Maar daar ga ik het mee opscheppen in mijn bord. Dus dan lekt er ook weer heel veel vocht uit. Dus ja, dat laat ik jullie straks wel weer zien als ik bij de tafel zit. Ja, komt helemaal goed. Daar staat de zeef van de rijst nog. Mijn bord heb ik al afgewassen. Met bestek. Ik heb pak koffie staan en wat anders. Denk ik, ja, dat mag ik niet laten zien. Nou, ook die is klaar. Dus kijk, vanavond nog eentje maken. Want het is nog lekker bij tijd. Ja. Hé, meisjes? Ja, nou. Ja. En er wil er eentje naar binnen. Hoor ik. Hoi, maar je komt niet meer naar buiten, want het wordt ook eerder donker. Ja, ja, helemaal. Ja, echt waar. Ja, het is allemaal zo, hè. Nou, lieve vrienden, geniet ze. En als jullie ook eten gaan, smakelijk eten, bon appétit. En anders mag het wel bekomen. Nou, dan heb ik mijn eten dus op mijn bord. Nou ja, veel minder vocht, hè. Ja, maar het ziet er lekker uit. En mijn koffie. En dat andere mogen jullie niet zien. En mijn twee meisjes. Enkel die blijft maar bezig. Hou eens op, je wordt lelijk. Ja, je wordt lelijk. Ja, je wordt lelijk. Ja, waar ben jij? Oh, daar. Ja, wat moet je? Nou, dat gebeurt niet. Vrouwtje gaat een hapje nemen en dan gaan, oh, nou zagen jullie toch nog, nou ja, jammer dan. Maar in ieder geval, ik ga een hapje eten en tussendoor eventjes de vlog naar YouTube brengen. Ja, dan is dat maar weer gedaan, toch? Nou, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Nou ja, jullie hebben mijn eten gezien, dat zag er overheerlijk uit, maar het was ook lekker. Ook zijn we al met de meisjes uit geweest. Ja, we. Ja, zeker we. Want Sky is hier. Ja. En ja, Sky moet even geholpen worden. Waarmee? Nou, met een dak boven zijn hoofd. Ja, hij wil een huisje. Dicht bij zijn vriend in de buurt natuurlijk. Samenwonen is geen optie. Nog niet. Nou, ik moet gewoon een kamer hebben. Een kamer of een klein huisje wat niet te duur is. Ik hoef er niet te wonen. Zo, hij hoeft er niet te wonen. Nee. Gewoon een kamer hebben. Ja, hij moet een kamer hebben. Maar in ieder geval, waar hij in ieder geval
af en toe kan vertoeven of wat dan ook. Maar heb een kamer nodig. En dan in de omstreken van Den Helder. Ja. Dus ja, wie heeft... Ja. Kamerdeur. Ja. Maximaal 700 euro. Ik zal het herhalen. Maximaal 700 euro. Dus ja, kom op, lieve vrienden. He, wie heeft er een kamer vrij voor een lieve jongen... Ik heb jullie nodig, jongens, echt waar. Ja, echt. Maar in ieder geval, hij gaat zo meteen eventjes Elwing blazen. Dus ik moet hem even helpen dat hij dat kan gaan doen. Want dat wordt voor het eerst voor hem dat hij dat gaat doen, ja. Joy, meisje. Dus, maar het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je avond en tot later. Hij is wat wazig, kan er ook niks aan doen. Ja, ik was knap kan. Oh, maar hij is nou goed. Rijka. Rijka. Nee, heb je niks te zeggen? We zijn net buiten geweest, hè? We hebben gelopen toch? Hallo, Rijka. Hallo. Hallo. Kijk eens. Wat een klein kringetje jij, Potverdikkie. Geen reactie van jou, niks, hè. Nee. Dan ga ik naar Elwing toe, kijken of die wat zegt te zeggen. Hey, schat. Hey, meisje. Wil jij nog wat te zeggen? Sta eens een beetje toe. Hé, we hebben net gelopen. Gaat je voorbij komen van lopen, dan schrikt de trap momenteel niet op, nee. Het is heel achterlijk vreemd, idioot, rolt weer. Het is wel droog hoor. Ja, dat wel. Zeker is het nog droog. Het is helder. Maar op sommige plekken is het echt koud, gemeen koud, heen een dikke jas nodig. Maar dan loop je weer in de lute. En dan stik je weer van de warmte. En benauwdheid. Ja, en het is buiten ook nog benauwd, want het stinkt vanwege die grachtenboel met die blauwalg. Nou, niet leuk. Dus ja, dan moet je toch even bijkomen en bijtanken. Dus ja, ik had nog wat wijn staan. Dus ja, dat ga ik zo meteen lekker rustig aan opdrinken. Nog even een hapje erbij. En dan lekker een beetje toe. Hoe laat het is? Nou, hoe laat het is? Het is 1:42, dus het is net, ja, bijna 1:15. Dus, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie in ieder geval allemaal een welterusten en een goede nacht. Slaap lekker. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. Waarom zeg ik dan tot aan de andere kant van de nacht? Heel simpel, we zien elkaar dan weer terug en dat is toch al wel weer heel vlug. Dus lieve vrienden, tot dan!